FT Antwerpen heeft zijn competitiestart niet gemist. Met een 12-op-12 mochten de Antwerpenaren voor hun tweede uitwedstrijd in een luik van 5 naar de Schuur in het verre Wallonië, waar ze Charleroi Ventéen partij mochten geven. Geen makkelijke opgave en ondanks dat FT Antwerpen de betere ploeg was, kwamen ze 1-0 achter. En wanneer de ref van dienst dan ook nog eens een lachwekkende vijfde en zesde fout aan FT Antwerpen geeft, krijgt Jonathan Fossé na 16 minuten de kans om de 2-0 binnen te werken, wat meteen de ruststand was. Voor de manager was er alvast reden genoeg om een kijkje te gaan nemen in de kleedkamer. Ik ben ook in de cabine geweest, ik heb Karim bezig gezien en gehoord. En iedereen was overtuigd dat we dat gingen rechttrekken. Dat zou dus moeten goedkomen en zo geschieden. Antwerpen gaat als een pletwals tekeer en met doelpunten van Ahmed Sebapti en Azissi Tou staat het na 2 minuten spelen in die tweede helft 2-2. Drie minuten later is het aan Ataibi om zijn duivels te ontbinden en Charleroi helemaal uit te tellen, want op nog geen, opnieuw, 2 minuten tijd zet hij de 2-3 en de 2-4 op het scorebord. Antwerpen heerst en controleert nu en wanneer in de 35e minuut Azissi Tou enig mooi de 2-5 op het scorebord zet, gaat het licht helemaal uit in Charleroi. Gefrustreerd als geen ander worden de Walen en een eerste rode kaart is er voor Salhi Saad. Niet veel later zet Azissi Tou de 2-6 cijfers op het scorebord. We zitten ondertussen in de 37e minuut wanneer Ataibi de 2-7 tegen de netten trapt van op de 10 meter. En wanneer doelman Gentji Fabrice dan ook nog eens raar begint te doen, dan mag ook hij vroegtijdig de douche opzoeken en scoort Antwerpen de verdiende 3-8 wat meteen de eindscore was. Met dergelijke cijfers en een 15 op 15 legt FT Antwerpen een vlekkeloos parcours af en dan kan en mag je als manager alleen maar tevreden zijn. Ja, de druk was zo groot, we wilden eigenlijk hier zegepralen. Dat hebben we ook gedaan, hè, met duidelijke cijfers. En inderdaad, eens dat een bal rolt, denk dat er aan dit Antwerpen weinig te doen is. We zijn op een zeer goede manier bezig en dat moeten we zo houden.